genoeg gelachen. Ik heb een beetje het gevoel alsof de mop, het vertellen van mopjes, langzamerhand aan het uitsterven is. We hebben wel dingen zoals stand-up en cabaret, daar zijn wij Nederlanders dol op, maar echt daadwerkelijke moppen. Wanneer heb jij voor het laatst daadwerkelijk een nieuwe mop gehoord? Misschien zijn mijn vrienden gewoon niet grappig genoeg, maar moppen lijken uit te sterven. Dus vandaag gaan we de mop opnieuw uitvinden door te kijken naar de beste moppen van vroeger. Welkom bij Moppen Toppers, het grappigste YouTube-kanaal van YouTube Nederland. Blijkbaar was dit een televisieprogramma dat van 1990 tot 1999 te zien was op de Nederlandse televisie. En recent dachten ze, weet je wat, we hebben al die moppen liggen. De wereld verdient humor. We trekken die moppentrommel open en gooien allemaal oude fragmenten van dit programmaatje op YouTube. Het heeft niet bepaald veel abonnees en verre van grote hoeveelheden views. Het is net mijn kanaal, grotendeels niet grappig. Het leek me leuk om eventjes te kijken naar de dingen die blijkbaar grappig waren in de jaren 90. Verschrikkelijke jaren, want toen ben ik geboren. 9 uur geleden is gewoon nog een video geüpload. Schoonmoeder doodgeslagen. Kijk, dat is gewoon comedy, weet je. Sla je schoonmoeder dood. Fuck die hoer. Oké, let's go. Er komt een soldaat de kazerne binnengelopen met een grote bouillardkeu over zijn schouder. Dus die sergeant die ziet dat. Die zegt, hey soldaat, wat gaan we met die keu doen? Ja, hij zegt, sorry sergeant, hij zegt, maar ik heb net mijn schoonmoeder hartstikke doodgeslagen. Oh, zegt die sergeant, hij zegt, in hoeveel beurten? Hè? Oké, dit is gewoon mop 1 en mijn brein is nu al te klein om te begrijpen wat hier aan de hand is. Ik moet ook zeggen, 8 duimpjes, 2 duimpjes omlaag. Niet iedereen was onder de indruk. Ik ga hem gewoon nog een keer luisteren. De machine hierboven laten kraken. Is de mop zo grappig dat ik hem niet snap? Hoe zegt u, sergeant? Hij zegt in hoeveel beurten? Nee, ik snap hem nog steeds niet. Nou, dat was grap 1. We gaan door naar mop 2. Deze heet de bruidssuite. Ik ben heel benieuwd. Een bejaard echtpaar die komt bij een hotel. En de bejaarde man die gelapt naar de receptionist toe. En die zegt, jongeman, heb je voor onze kamer? Natuurlijk, meneer. Zeg maar, we zitten helemaal vol. Het enige wat we dus nog hebben, is de bruidssuite. Maar jongeman, het bruidssuite op onze leeftijd? Zegt die meneer, als we de balzaal hadden gegeven, betekent toch ook niet dat u de hele nacht gaat hoeven dansen? Haha, deze snap ik wel, maar hij is gewoon niet heel grappig. Oude mensen hebben minder seks. En als je getrouwd bent, heb je wel seks. Dus ha, je hoeft niet... Het is niet grappig, denk ik vooral. De volgende grap heet... Betrapt tijdens de seks. Want wat we net geleerd hebben... Seks is grappig. Dus dit wordt sowieso een moppen topper. Ik zie ook hier 15 likes, 2 dislikes. Geen enkele reactie. Ik zal vast reageren met ha 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 ha. Dan zit de sfeer er in ieder geval goed in. Laten we gaan kijken naar deze prachtige seksgrap. Er is een heel jong stelletje waarvan het meisje, de ouders, een avondje weg zijn. Dus dat meisje denkt, ik neem vanavond mijn vriendje mee naar huis. Ze neemt een vriendje mee naar huis, gaan lekker op de bank zitten knuffelen en een beetje zitten vrijen. Op een gegeven moment horen ze die sleutel in dat slot van die deur. Oh, nee. En die ouders komen binnen. Dus die jongen die schrikt zich rot, schiet achter de tv in zijn nakie en gaat achter het tv'tje zitten. Vader komt de zitkamer binnen, gaat op de bank zitten, zet de tv aan, gaat voetballen zitten kijken. Na een half uur dat die jongen achter dat tv'tje zit, krijgt hij me daar een kramp in zijn benen. Dus die schiet achter die tv vandaan, zo de kamer uit. Zegt die vader, hebben jullie dat ook gezien? Dat er zover juist een vent eruit werd gestuurd? Wat? Heel absurdistisch. Oh, eruit gestuurd in voetbal? Daar rent een man uit mijn tv. Ik zie dit heel moeilijk voor me. En ik snap dat woordgrappen meestal berust zijn op een dubbele betekenis. Maar, hè? Nou snap ik dat bijna iedere grap niet grappig is als je hem helemaal gaat zitten uitpluizen. Maar hier snap ik oprecht gewoon heel weinig van. Onze zoektocht naar grappige moppen gaat door. We sorteren de video's op populairst. Dan vind je eerst de video's met veel views. Blijkbaar hopelijk de grappigste grappen. Ik zie meteen top 5 hoerenmoppen, top 5 seksmoppen, top 5 piemelmoppen. Verkocht! Kom maar door. Piemels, altijd grappig. Let's go. Doofstomme man komt in de drogist.
om condooms te kopen. En die legt zo zo'n jonge heer op de toonbank en legt er een tientje naast. En dan... En die drogist die luistert daarnaar, die haalt zijn ding eruit, die is 2,5 keer zo lang. En pakt dat tientje en die doos stom helemaal over de rooie. En zo... Ja, zegt die drogist, als je niet tegen je verlies kan, moet je geen weddenschap afsluiten, jongen. Normaal gesproken heeft een grap zeg maar een clue. Nu is het einde iedere keer, haha, dat zag je niet aankomen. Maar het is niet echt een verdiende. Ik heb het gevoel alsof er betere piemelgrappen bestaan. Maar hey, het is dan ook nummer 5. Dus er is nog hoop. Nummertje 4 alsjeblieft. Komt de Boom bij de dokter. Hij zegt, dokter, ik heb een probleem. Hij zegt, ik werk al jarenlang in een groentefabriek. Hij zegt, maar de laatste tijd heb ik, als ik aan het werk ben, heb ik elke keer de neiging om mijn broek te laten zakken. En mijn jonge heer in de uiensnijden te stoppen. Oh, die dokter zegt, jongen, dat is levensgevaarlijk. Ik zou je een pilletje geven, als je dan zo'n bui aanvoelt komen, neem je gauw die pil en onderdruk je hem en dan ben je er vanaf. Dus die went weg met die pil, 14 dagen later staat hij weer op de stoep. Hij zegt, dokter, het is helemaal verkeerd gegaan. Dus ik ben aan het werk in die fabriek. Hij zegt, ik voel die bui aankomen. Ik neem gauw die pil. Hij zegt, die pil die werkt helemaal niet. Hij zegt, ik kon er niks aan doen, kom er niet beheersen. Ik laat mijn broek zakken. Ik schuif hem zo in één keer in die uiensnijden. Oh, zegt die dokter, hoe is dat dan afgelopen? Hij zegt, nou, ik ben ontslagen, zegt hij. Hij zegt, jij is neer ook. Ah, oké, deze vind ik wel leuk. vooruit dan maar. Deze vind ik wel leuk. Ik moest eerst even nadenken van, die uiensnijer ook. Dan, oh, de uiensnijer is een waarschijnlijk vrouw die uien snijdt. Hij heeft gewoon seks gehad op zijn werk. Hij heeft niet zijn piemel zo... in een bloederige pulp gehakt. Dat is best wel een terugkomend thema in grappen. Dat merk je nu ook. Dat je denkt dat iets gebeurt. En dan haha, niet. Dat is toch vaak een beetje het verkeerde been. Wordt het ook wel genoemd. Grappen, moppen en ja. Oké, ik vond deze best leuk. Ik ben heel benieuwd naar nummer 3. In de top 5 piemel moppen. Let's go, pak hem. Yeah. Nog niet zo lang geleden. Is er in Amerika bij een man in zijn slaap door zijn vrouw. Stuk van zijn snikkel afgesneden. Grappig. Weten jullie toch wel? Belt een man een verzekeringsmaatschappij op in Amerika. Hij zegt, luister eens even, hebben jullie ook een jonge herenverzekering? Hij zegt, want ik loop ook nogal enig risico. Zegt hij, natuurlijk hebben wij die. Hij zegt, wat kost me dat? Hij zegt, dat kost u $10,000 premie per jaar. Hij zegt, ik bel u zo terug, bel een vriendje van hem op. Hij zegt, jij zit toch ook in verzekeringen, Karel? Zit hij, ja, natuurlijk. Hij zegt, jij ook een jonge herenverzekering? Hij zegt, jonge herenverzekering? Hij zegt, de grote runner, jongen. We zijn er helemaal ingedoken. Hij zegt niet alleen snijden, maar ook bijten, hakken, schuren, beten, maar ook. Hij zegt, wat kost dat? Hij zegt, dat kost $1,000 per jaar. Hij zegt, ik bel je zo terug. Hij belt die andere verzekering weer op. Hij zegt, luister eens even, je zit met een verschil van $9,000. Hoe kan dat nou? Zit die meneer, dan moet u eens achter op de polis lezen. Bij de kleine lettertjes, bij lid 7. lid 7. En daar staat, de eerste 5 centimeter zijn van eigen risico. Nou ben ik geen verzekeraar, maar what the fuck gebeurde er zojuist? Ik heb het gevoel alsof ik hem wel snap, maar het is gewoon zo niet grappig dat ik denk, nee, dat kan het niet zijn. Ik mis een soort geheime laag. Weet je wat? We geven de piemelgrapje nog een kans. Kom maar door met nummer 2. Zo zijn er 3 gekken ontsnapt uit het gekkenhuis. Een Nederlander, een Belg en een Amerikaan. Ze komen bij de grens. Zegt de Dune, halt, paspoort. Zegt de Nederlander, die hebben we niet. Zegt de Dune, goed, dan weet ik het goed gemaakt. Als de lengte van jullie gevallen bij elkaar, let wel, bij elkaar, 1 meter is, dan mag je de grens over. Nice, zo gaat dat. De Nederlander die vertaalt dat, de Amerikaan haalt hem eruit, 50 centimeter. Die Nederlander die haalt hem eruit, 49 centimeter. Oh, denkt die jongen, nee, dat gaat helemaal verkeerd. Oh, nee, de Belg. Ja, die Belg die haalt hem eruit, precies, maar dan ook precies 1 centimeter. Nice. Dan zijn die grens over. Zegt de Amerikaan even later van, mine was a big one, wasn't it? Zegt de Nederlander, ja, maar die van mij, dat was ook een knaller, hoor. Zegt die Belg, Ella, als Ben van mij niet stijf geweest was, hè, dan stonden we daar niet nog. Ik snap de grap. Belgen, kleine pikken. De opbouw van de grap was zo mooi. En dan is de conclusie gewoon, haha, hij had al een kleine piemel, maar hij was ook nog eens stijf. Oh, super grappig.
Ik begin langzamerhand te begrijpen dat moppen aan het uitsterven zijn. Want er is zoveel potentie voor iets moois. En het bouwt gewoon uit op, haha, Belgen kleine piemels. Het is waar, maar het is niet per se heel grappig of zo, denk ik. Maar er is nog hoop. We hebben nog de nummer 1 beste piemelgrap ooit. Zal ik op het dakterras de zon? Is een blote kont, krantje te lezen. Hij wordt wat doezelig. En hij valt in slaap. En hij droomt waarschijnlijk van een lekker ding, want hij krijgt zo'n erectie. Een moos die komt langs en die ziet dat, denkt, dat is geen gezicht. Dus die pakt een krantje, die draait er een toetertje van en die zet hij eroverheen. Zo. Een trapje af, komt hij beneden, komt die zaad tegen. Hij zegt, saai, je moet even bij Sam komen, want er staat wat in de krant voor je. Ik weet niet of dit outro helemaal verdiend is. Die mensen gaan stuk. Ik snap dat, ja, de piemel zit in de krant. Oké. Ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat super grappig vindt. Misschien heb ik gewoon zoveel jaar van niet grappig zijn achter de rug, dat ik gewoon niks grappig meer vind. Misschien was het wel hilarisch, maar ik heb niet gelachen. Geen zorgen, onze zoektocht naar de beste mop ooit gaat verder. Oeh, 99 Belgen in een vliegtuig. Dat zijn een hoop kleine piemels. Er is een vliegtuig en in dat vliegtuig zitten 99 Belgen en 1 Nederlander. Oeh. En ze vliegen zo door de lucht en op een gegeven moment komt door de intercom, wil iedereen zo snel mogelijk aan het bagagerecht boven zich vastpakken. Dus iedereen pakt zich zo vast. En op hetzelfde moment valt gewoon die hele bodem eronder uit. Dus iedereen hangt daar zo. En op een gegeven moment komt de piloot weer aan en zegt, ja jongens, we hebben een probleem, we zijn te zwaar. 1 iemand moet zich opofferen en loslaten. Dus iedereen zit zo een beetje te kijken van, ja, wie doet het dan? Dus die Nederlander denkt, nou weet je wat, ik offer me wel op, ik laat los. Weet je wat al die Belgen doen? Klappen. Dit is wel een beetje het idee van een Belgenmop, maar haha, dom. Ik begin me gewoon een beetje af te vragen of ik moppen ooit grappig vond. Of het nou echt aan mij ligt. Het is gewoon, ja, Belgen, dom. Dom blondje, dom. Ik denk dat ik moppen gewoon langzamerhand door moppentoppers gewoon zelf een hekel begin te krijgen aan moppen. Comedy in het algemeen. Kan een persoon überhaupt grappig zijn? Is dat een ding? Ik heb geen idee. Ik verlies ook gewoon een beetje mijn zelfvertrouwen. Ben ik ooit grappig? Want grappiger dan dit wordt het niet. En dit is niet grappig, dus... Dat is gewoon kut. We gaan door. Ik heb weer een topper. Cremeren of begraven. Dit is de mop van de dag van 24 juli. Take it away, Nelly. Schoonzoon zit met zijn schoonmoeder te bomen over van alles, verzekeringen. Hij zegt, moeder, ik wil eigenlijk eens weten. Wil jij begraven worden? Nee, zegt ze. Hij zegt, wil je dan gecremeerd worden? Zegt ze, ook niet. Hij zegt, je weet ook niet wat je wilt. Wat wil je nou? Ze zegt, ik wil eens doodgaan. Nee. Heel flauw. Ik zat ook in mijn hoofd al van, oké, waar gaat het heen met de grap? Oh, ze wil gewoon niet dood. Ja. Geheime derde optie. Niet sterven. Jezus, wat kut! Dit is Belg doet blaastest. Ik ga even denken of ik hem misschien al kan raden. Misschien is het iets met het hele flauwe. Oh, ik heb een hele hoge score. Is dat goed? Een beetje dat idee van, oh, ik had positief op mijn HIV-test. Yeah! Een beetje dat idee. Of hij weet gewoon niet hoe de blaastest werkt en steekt hem in zijn reet of zo. Daar zet ik mijn geld op in. Eén van die twee opties. Alsjeblieft, geef me gelijk. Hij heeft 15 duimpjes omhoog, 8 naar beneden. De wereld is gemeen tegen moppentoppers. Ze doen gewoon hun best. Oké, roll it. Een Belg met te veel drank op achter het stuur wordt aangehouden door een politieagent. Zij draait ook zijn raampje open. Nou, zegt die politieagent, volgens mij heeft hij te veel gedronken. Allee, dat is niet waar, hè? Oh nee, zegt die politieagent, wilt u dan eens even in dit zakje blazen? Hoezo, zijn uw frieten zo heet? Slaat echt nergens op. Echt nergens op. Ik snap, Belgen zijn dom, maar hij ziet toch ook wel dat het geen zak friet is? En je blaast toch überhaupt niet in een zakje? Dus hoe, hè? De hele regels van een blaastest gaan opeens kapot.
Ik vond die grappig in ieder geval. Ik geef deze een duimpje omlaag. Het spijt me heel erg. Wie waren die 15 mensen die dit wel grappig vonden? Ik heb geen idee. We gaan door naar de volgende mop. Dit is niet de mop van de dag. Nee. Dit is de mop van de week. Het is alsnog gewoon één video per dag. Ze hebben niet dezelfde video nog een keer geüpload. Deze is gewoon extra grappig of zo. Gewoon een dikke shiny mop. Dokter, mijn ballen. Kom maar door. Er komt dus een man bij het ziekenhuis. Nu al grappig. Hij zei, dokter, ik heb de laatste tijd toch zo'n verschrikkelijk last van mijn klokkenspel. Nou, zegt de dokter, dat zullen we eens even onderzoeken dan. Mijn vriend. Heeft hem onderzocht. Hij zegt, meneer, ik heb het al lang gezien. Hij zei, uw linkerbal die bestaat alleen maar uit houtvezel. Haha. De rechterbal bestaat alleen maar uit veren. Gaat het nu naar een klok, grapje? Heeft u wel kinderen? Ja, zegt de man, Pinocchio en Pino. Ja, dat was echt gewoon niet grappig. Ik heb zo'n pijn aan mijn ballen. Oh, de een is van hout en de ander van veren. Heb je kinderen? Ja, Pinocchio en Pino. Ik heb ooit een keer de regels van een grap geleerd. En een van de regels die een goede grap heeft, is dat je niet bij de clue van de grap heel veel vraagtekens hebt. Bij het einde van deze grap heb je zoveel vragen. Dat is het enige wat gebeurt. Het is gewoon, waar gaat deze grap heen? Oh, er is geen logische opbouw, behalve haha, Pino heeft veren, Pinocchio is van hout. Dat zat ook in zijn ballen, dus komen ze eruit. De grap slaat nergens op. Nu gaan we voor het echte geschut, de beste, allerbeste moppen. Van moppentoppers, best of, hashtag, number one. Als ik hier niet van moet lachen, kan ik net zo goed sterven, want comedy is dood. Wel gewoon netjes 10 minuten voor de reclames, lekker bezig. Ik heb er zin in. Not. Er zit een man die zit achter zijn bureau. Komt zijn directeur binnen, die ziet die man daar zitten. Zegt die directeur, die zegt hem, wat heb jij nou? Zegt, ja, ik weet het niet. Ik heb zo dat gevoel van, ja, ik krijg nergens geen vat meer op. Alles slipt bij mij vandaan. Zegt die directeur, joh, ik weet precies wat er met jou aan de hand is. Hij zegt, ik heb een heel goed advies voor je. Hij zegt, ik heb dat ook gehad. Hij zegt, toen ben ik 2 weken lang alle pauzes ben ik naar mijn vrouw naar huis toe gegaan. En heb ik me eens even lekker laten verwennen. En dat zou jij ook moeten doen. Na 2 weken ben je weer helemaal het mannetje. Oh, ik weet deze. Hij gaat naar zijn baas, zijn vrouw toe. Classic verkeerde been. Haha, ik heb je vrouw geneukt. Super grappig. Oké, let's go. Maar dat is wel een van de betere grappen die we tot nu toe hebben gezien. Want er zit nog iets van logica in. Er is iets van een woordspeling die logisch is. En niet opeens Pino en Pinocchio op het einde. Dus, hey, klasse grap. Super voorspelbaar, maar wel klasse grap. Het is al fijn na 2 weken. Die directeur die komt op dat kantoor. Dan ziet die man zitten schrijven. Ja, jongen, ratelt over die computer heen. Faxen vliegen alle kanten uit. Nou, zegt die directeur, dat ziet er opgeknapt uit. Hè? Ja, zegt hij, ik voel me ook fijn. Nou, zegt die directeur, je hebt zeker zo gedaan wat ik heb gezegd. Zegt die vent, ja zeker. Ik heb trouwens nooit geweten dat u zo mooi woont. Comedy genius, dank u wel. Grap voorspeld. Maar oprecht een van de betere grappen. Echt de best of number one moppetoppers in the house. Super funny. John de Wolf gaat met zijn gezin op vakantie. Zit lekker in het vliegtuig. Zijn zoontje mag fijn bij het raam zitten. Jochie kijkt zo naar beneden toe. Ziet daar in de zee. Hij zegt, kijk, pap, zit hij? Hij is een boot. Of niet? De wolf kijkt ook naar beneden. Hij zegt, joh, zeur niet, is geen boot. Zit hij is een hoeverkracht. Zegt zijn zoontje, een hoeverkracht, pap, zit hij? Hij zegt, hoe schrijf je dat? Zit hij, oh nee, het is toch een boot. Ik denk dat ik een beetje mis wie John de Wolf is. Misschien gaan we daar allemaal de mist in. Voor de rest, deze grap is al heel oud. Alleen werkt hij nu minder goed. Misschien ligt het aan mij, maar het woord hoovercraft is niet heel moeilijk om te spellen, maar dat zegt vast weer iets over hoe dom die John de Wolf is. Een gast waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar ja, dit programma bestond letterlijk al voordat ik bestond. Dus dat is misschien een beetje gemeen. Ik ken deze grap trouwens ook gewoon al. Maar dan in de vorm van iemand die doodging in een bepaalde straat. En dan bel je de politie. En dan, hoe spel je dat? En oh nee, dan gewoon bij het postkantoor. Zoiets. Dat werkt denk ik beter. Ik denk dat de grap beter werkt als je hem net iets anders doet. Met net een ander woord. En de maar oké. Okay. Hij was soort van grappig. Het sloeg in ieder geval niet nergens op. Oké, top. Er zijn 2 mannen, 2 jonge heren, 28. Die zijn alle 2 naar de Costa del Sol geweest. Leuk. En op de hotelkamer komen ze erachter dat ze overal heel mooi bruin zijn. Behalve op de edele delen natuurlijk. Die zijn nog... Waarom gaat alles over piemels? Zelfs als je niet in de top 5 piemelgrappen zit, gaat het weer over piemels gewoon. Very nice, very nice. Ik heb er zin in.
God, zit die een, wat doen we eraan? Nou, hij zegt, ik heb een lumineus idee. We graven onszelf helemaal in. Behalve onze piemels, dan kun je natuurlijk. En laat alleen die dingen eruit steken. Die nog bruin moeten worden en met een buisje halen wij wel lucht, geen probleem. Zo gezegd, ze liggen daar de volgende dag in de zon. Twee buisjes, twee van die sprieten die eruit steken. Komen er twee Hollandse oude vrijsters voorbij. Zegt die een tegen die andere. God Mia, moet je kijken. We hebben Nederlands jaren naar gezocht en hier groeien ze gewoon in het wild. Verdomme moppentoppers, jullie moppen zijn niet top. Kut! Oma wil na jaren weer eens gaan stappen. Dus oma zit voor de spiegel zich bien te soigneren. En dan lik je hier en dan lik je daar en dan lik je zus. En ineens pakt ze een hele grote spuitbus. En die gaat zich spuiten onder de linkerarm, onder de rechterarm. En de kleinzoon die staat zo achter zich. Achter haar. En die ziet dat. Die zegt, oma, denk je aan het ozongat? Ja, zeg oma, dat doe ik zo even met een washandje. Dus het idee is hier, ozongat, groot. Oma's anus, uitgerekt door opa's monsterpik, ook groot. De woordgrap werkt niet echt, want niemand noemt een anus een nozomgat. Toch? Dit doen ze nou de hele tijd. Ze naaien ons met een verkeerd been, wat niet echt een been was. Het is meer een verkeerde arm. Een verkeerd been werkt alleen als het woord een dubbele betekenis heeft. Je kan niet gewoon op het einde zeggen, haha, kontgat. Dat is geen goede grap. Maar toch wel een best of number one moppentopper, dus... Ik snap langzamerhand waarom dit niet meer op tv is als dit de hoogtepunten zijn van 10 jaar lang dit programma. Zo is er een vent en die is verschrikkelijk verkikkerd op witte bonen in tomatensaus. Lekker. Hij heeft alleen één probleem, hij wordt er zo winderig van. Nu heeft hij zich bij zijn trouwen heeft hij zich voorgenomen om nooit meer witte bonen in tomatensaus te eten, want ja, dat kan hij zijn vrouw niet aandoen. 4 jaar gaat het perfect. Loopt hij op een dag, loopt hij langs een restaurant. Wat ruikt hij? Oh, witte bonen in tomatensaus. Hij kan zichzelf niet bedwingen. Gaat naar binnen, bestelt een bord, bestelt nog een bord. En bij het derde bord, ja hoor, begint het gedonder al, hè. De kerel die loopt naar huis, onder wel nog even. Voordat hij aanbelt nog even. Hij belt aan, zijn vrouw doet open en zegt. Ach, joh, ik heb een verrassing voor je. Witte bonen in tomatensaus. Moet je wel even blinddoeken. Nou, die man die wordt geblinddoekt, wordt aan de eetkamertafel neergezet. En die vrouw zegt nog, niet spieken, hè. Ik ga even wat halen in de keuken. Hij hoort die vrouw weggaan en hij denkt nog eventjes snel. Oeh, er zit iets bij zijn bips. Gok ik. Zit iets bij zijn bips? Oh, denkt hij, goed. Wapperen met dat jasje en wapperen met dat jasje. Oh, het is een etentje met de familie of zo. Dat is de grap dan. Denk ik. Oh, gelukkig. Hij hoort zijn vrouw al terugkomen. Dus hij gaat weer heel rustig zitten, die vrouw. Je hebt toch niet gekeken, hè? Nee, nee, zegt hij. Die blinddoek mag af. En wat denk je? Zitten er nog 12 mensen aan tafel? Zit een man. Hoe is dat een verrassing? Voor de rest, daadwerkelijk best geinige grap. De hele opbouw is een beetje onnodig veel ruis, zoals dat in de prachtige comedywereld genoemd wordt. Het hele feit dat hij sinds zijn huwelijk geen bonen meer eet, voegt niks toe aan de grap. Ik snap dat ze jarenlang een televisieprogramma moeten vullen, maar je kan ook gewoon zeggen, man heeft bonen gegeten, laat veel winden, gaat aan tafel zitten, blinddoek, hubbebebebe. Je voegt details toe die niet belangrijk zijn voor het verhaal, is gewoon irritant. We gaan allemaal dood, dus please, wees grappig of hou je mond. Oké, top. Ja, gaan we lekker door naar de volgende, misschien grappige grap. Thuis, rustig achter zijn krantje, op een gegeven moment telefoon gaat, belt zijn vriend op uit de auto. Zeg kerel, ik was net onderweg om te gaan jagen, maar ik dacht misschien wil je mee. Als je opschiet, ik kom zo voorrijden. Dus die man zegt, ja hartstikke leuk, dus die hangt op, die rent naar boven, trekt zijn jagerskostuum aan, pakt het geweer van de muur, pakt zijn patroon, loopt naar buiten en ja hoor, dan komt zijn vriend aanrijden. Hij stapt in, hup, naar het bos. Hij is in het bos, hij ziet een heel dik everzwijn, dus hij pakt zijn geweer, doet hem open, pakt zijn patronen. Zegt hij, shit, ik heb de tampons van mijn vrouw meegenomen. Zegt die vriend, hindert niet leden van mij een paar, niks aan de hand. Dus hij heeft lekker gejaagd, hij komt thuis, ligt zijn... Oh, die vrouw heeft sowieso die patronen in de kut gestopt, of niet? De vrouw in zwaar overspannen toestand op de bank. Hij zegt, joh, wat heb jij? Ze zegt, nou, je wilt het niet geloven, ik heb boodschappen gedaan, ik sta bij de bushalte, ik moet niezen, ik schiet zo'n tackle dood. Het is gewoon weer te onrealistisch. Hoe stop je per ongeluk kogels in je kut? Zo werkt een kut helemaal niet, als het goed is. En heel voorspelbaar, als hij de tampons mee heeft en zijn vrouw heeft iets verkeerd gedaan. Dat het dan in de... Ja, het is gewoon zo opzichtig.
jammer dit ook gewoon weer. Er is geloof ik een heel ding dat wij mensen steeds slimmer worden. Misschien waren mensen in de jaren 90 heel simpel, maar ja. Ik begin echt een hekel te krijgen aan moppen. Gewoon in het algemeen. Ik haat moppen opeens. Dit gebeurt nou altijd. Meestal maak ik een video om op iets te haten. En aan het einde van de video vind ik het leuk. En deze keer wil ik juist moppen promoten. En aan het einde van de video haat ik moppen. Echt. Ik verander alles van mening tijdens een reactievideo. Nou, fuck moppen. Stik er maar in. Next. Sademo's liggen in bed. Ik versta echt vaak, misschien heb je dit ook, dat, na dat geluidje versta ik gewoon de eerste paar woorden niet. Misschien omdat iedere keer een andere persoon is met een andere stem, maar ik mis iedere keer de eerste drie woorden van de grap en zijn nooit belangrijk voor de grap. Ik ga even kijken of ik hem nu wel hoor als ik hem terug doe. Saar en Moos liggen in bed. Oh, Saar en Moos, opeens twee namen, heel random, liggen in bed. En dat is dan dus... grappig, volgens sommige mensen in het publiek. Haha, twee mensen liggen in bed. Ik ben heel benieuwd voor dit. Top comedy. Saar kijkt Moos aan en zegt, Moos, kun je niet slapen? Hij? Is Saar een man? Ik wil niet gemeen doen, maar dat vind ik geen mannennaam. Saar, meer Sarah, hè? Een vrouw. Maar niet uit voor de grap voor de rest. Ga verder, meneer man. Ligt te draaien. Zit, nee, ik krijg de slaap niet te pakken. Zit, hoe komt het? Isaac, één hoofd beneden, krijgt 2000 gulden van me morgen en ik heb ze niet. Oh, zegt Sarah, daar weet ik wel wat op. Stapt het bed uit, stampt op de grond. Zegt ze, Isaac, die 2000 gulden kun je vergeten morgen. Zegt ze, zo, kus. Zegt, kun jij lekker slapen? Kan hij niet meer slapen. Dat is toch niet grappig, toch? Ik zit even te denken van, hoe moet dit nou precies werken dan? Hij maakt zich zorgen, want die gast krijgt geld van hem en dat heeft hij niet. En dan slaat hij helemaal kapot. Dan kan je vrouwen zeggen, hij heeft geld niet, maar dat gaat niet opeens weg. En die gast, die is nu wel pist, dus die kan dan ook niet slapen. Maar dat lost niet per se het probleem op, toch? Dus wat is de grap dan, precies? Hè? Ik liep in een bos en aan die rand van de bos zag ik een meisje lopen... En die liep zo naar het midden van het bos. En daar kwam ze in het midden van het bos kwam ze een jongen tegen. Die had ze nog nooit gezien en ze woonde er al jaren. En ze komt op dat middenplek van het bos aan lopen. Ze zei, hey, hallo, zes, ik ben Marietje, wie ben jij? Nou, zei hij, ik ben Jantje, dat is ook toevallig. Woon hier al lang? Ja, ze Marietje al jaren. Nou, zei Jantje, is ook toevallig. Ik woon aan de andere kant van het bos. Nou, ze Marietje, ik ook. Waarom lachen mensen? Haha, ze kan haar mondhoek helemaal scheef doen. Is het comedy? Nee, denk het niet. Hij zei, Jantje, ik heb hem nog nooit gezien. Hij zei, Marietje, jou ook niet. Nou, dan kunnen we toch fijn met elkaar spelen. Nou, zei Jantje, hartstikke leuk. Dus die gaan met elkaar spelen, leren elkaar goed kennen, worden verliefd op elkaar. Dat Jantje zegt, nou, zei, ik moet je wat bekennen. Ik ben hartstikke verliefd op je. Nou, zei Marietje, ik hou van jou ook. Nou, zei Jantje, we doen fijn getrouwen. Nou, zei Marietje, is het allerliefste wat ik wil. Nou, zei Jantje, moet je het aan je vader en moeder vragen? Nou, zei, is het toch goed, gaan naar mijn vader en moeder toe. Want ze gaan naar die vader en moeder toe. Oef. En ze komen bij die moeder. Voelt u man? Die vrouw is helemaal aan het huilen. Welke grap van moppentoppers heeft die vrouw zo kapot gemaakt? Want ik ervaar deze emotie totaal niet. Ze is zo verdrietig. Ze kijkt echt alsof ze juist heeft gehoord dat echt alles en iedereen in haar leven dood is gegaan. Top comedy. De vrouw ervoor is echt van, yeah, hit me with them goede mopjes, moppentoppers. Kom bij die moeder. Wat is er dan de hals van moeder? Oh, die moeder heeft ook een gek mondje. Allemaal vrouwen in het publiek, allemaal oude vrouwen in het publiek gaan weer dood van het lachen. Oh mam, dit is Jantje, dag mevrouw. En Jantje wil heel graag met mevrouw. Oh mevrouw, ik zou het zo graag willen. Oh mam, toe, kun je erover praten met papa? Nou, vermoed ik wel. Heeft papa ook een... Oh, dat gaat er weer een beetje stuk. Papa heeft vast ook een gek mondje. Waar gaat deze grap heen? Ik ben oprecht heel benieuwd. De suspense is killing. Ik wil erover nadenken, dan haal ik vader. Dat vader die komt er aan, wat is er dan om? Echt helemaal stuk. Is comedy veranderd? Of was dit... Is dit gewoon altijd grappig? En ben ik gewoon kut? Ik lach alleen maar om die mensen die zo stuk gaan. Wat is er zo grappig? De grap is nog niet geweest. Stop! Nou pap, dit is Jantje, dag meneer. En Jantje wil zo met me trouwen. Nou, zegt hij, ik zou het zo graag willen. Meneer, zou u het willen overleggen met uw vrouw? Nou, zo vader, ik zal erover nadenken. Dan praten we met moeder eventjes over. Nou, ga er maar mee, dan gaan moeder, vind ik, even van de keuken. Nou, ze moeder
dat doen we maar. Jullie maar even in elkaar hoor. Nou, Sintje Marietje, ik ben hartstikke benieuwd. Nou, zit Jantje, ik ook. Nou, Sintje Marietje, dan gaan we toch in de kamer zitten wachten. Nou, zit Jantje, hartstikke spannend. Dat, nou, dan komt vader weer aan. De vader zegt, nou, we hebben het goed gevonden. Moeder, wacht het, zeg. Ja, hoor, zes uur wachten. Snel nog alle vier. Hoor, zit Jantje, hoor, Sintje Marietje, hoor, zit Jantje. Nou, ze moeten er nou een liedje op zingen. 1, 2, 3. Lang zo schrijven. Huh? Ik snap er echt geen ene flikker van. Am I retarded? Dit is echt slecht voor mijn zelfbeeld. Waarom vind ik dit niet grappig? Zoveel opbouw en ik snap er gewoon echt niks van. Dat was de laatste, denk ik. We did it. We hebben de hele Best of Moppetoppers overleefd. Bekijk meer Moppetoppers op YouTube. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik wil gewoon een keer goed lachen. We gaan gewoon weer terug naar de beste grappen. Seksgrappen. Top 5 seksmoppen. Met bijna 150.000 weergaven. En 76 duimpjes naar beneden. We gaan even lekker kijken. Lekker. Ik vind dat introotje best lekker. Dat moet gezegd worden. Niks aan veranderen. Zo zit er een kerel in een seksbioscoop en die zit verschrikkelijk te kreunen. Echt van... Na wat klachten komt een vrouw van die seksbioscoop, die komt naar die man toe en zegt... Meneer, zou je er alstublieft mee op willen houden, anders moet ik de politie bellen. Die man, ik zal het proberen. Ik voel me nu gewoon ongemakkelijk, maar blijkbaar vindt het publiek het hilarisch. Of is het een soort lachen omdat je je ongemakkelijk voelt? Dat weet ik niet. Hoe voel jij je meestal als je mijn video's kijkt? Zo voel ik mij nu ongeveer ongemakkelijk en dan maar gewoon lachen. Iets in die richting. Die man houdt dus niet op, hè? Die vrouw die belt de politie komt en zegt... Meneer, wat is uw naam? Oh, Jansen! Zegt die politieagent van... Meneer, waar komt u vandaan? Oh, van balkon! Oké, dat is best grappig. Het is een leuk verkeerde been, want het slaat ergens op. Haha, hij kreunt niet want lekker, hij kreunt want au. Oké, dat was een grap. Ik geef toe, dat was een grap. Was het heel grappig? Nee. Zat er iets van een grap in? Ja. Het publiek vond het leuk. Je had erbij moeten zijn, nee. Nummer 4. Er lopen op het strand 2 mini-kaboutertjes. Cute. Lopen ietsje door, komen op het naakstrand terecht. En op het naakstrand ligt een vrouwtje met haar benen ietsje van elkaar af. Die 2 kaboutertjes gaan naar binnen bij het enkeltje. Lopen langs het kuitje. Komen bij het knietje, staan bij het dijkje stil. Staan voor het kruispunt, zegt hij, kijk daar eens. Is dat een leuk huisje? Is dat een lekker holletje? Zegt hij, ja, daar zou ik ook wel willen wonen. Hij zei, dan anders ik wel. Hij zegt, juist wat eten halen, bel ik even aan. De grap is gewoon dat haar clitoris een deurbel is, of gaat het nog ergens heen? Maar dat is gewoon heel abstract. Kleine kaboutertje gaat weg, komt terug met 2 kleine mini-zakjes friet. Hij zegt, en heb je wat bereikt? Hij zegt, ik snap er niks van. Ik druk steeds op het knopje. En dan hoor ik iemand roepen, ik kom. Hij zegt, maar ik zie niemand. Wel een beetje raar dat je zeg maar door hele kleine kaboutertjes die je niet kan zien gevingerd wordt. En dan wel hardop gaat roepen dat je klaarkomt. Maar oké, dat accepteer ik. Deze seksgrap was best oké. Ik geef hem een 6 van de 9 super grappig score. Tot nu toe is dit de grappigste video van allemaal. Seksgrappen, altijd grappig. Kom maar door met nummer 3. Zo komt er een man bij de dokter, die zegt, dokter, hij zegt, ik ben het helemaal verleerd. Zegt die dokter, wat? Hij zegt, wippen. Hij zegt, het lukt niet meer. Hij zegt, die dokter, geen probleem. Ik heb een 4-daagse cursus. Hij zegt, ken je wippen perfect. Hij zegt, wat moet ik doen? Hij zegt, nou, zegt die dokter, je begint vandaag op je linkerknie een dubbeltje. Dus hij wil krijgen, nou, hij zegt, ja, dubbeltje. Dus hij oefent op kantoor, dubbeltje. Hartstikke goed. Dus hij komt terug bij die dokter, hij zegt, dokter, perfect. Dubbeltje. Heel goed, zegt die dokter, nou heb je rechterknie een kwartje. Dus hij heeft zijn rechterknie, kwartje. Hartstikke goed, hij komt terug bij die dokter, hij is de dokter, perfect. Hartstikke dokter, maar nou wordt het moeilijk. Hij zegt, nou heb je jonge heer een gulden. Hij zei, dubbeltje, kwartje, gulden. Het is wel vanaf het begin van de grap heel duidelijk dat hij gewoon neukbewegingen maakt. Ik weet niet of je daar een 4-daagse cursus voor nodig hebt. Ik weet niet of de grap nog ergens heen gaat, maar we gaan het zien. Dubbeltje, kwartje, gulden. Hij zei, is goed, hij zei, nou op je kont een knaak. Dubbeltje, kwartje, gulden, knaak. Heel goed, zegt die dokter.
Hij zei, even oefenen, dan ga je naar huis, dan pak je je vrouw, weet je, leg je op bed, je gaat erop en je doet precies hetzelfde. Dus hij in de auto, doe het je kwartje. Hij komt thuis, zet hij tegen zijn vrouw, Mien, mee naar boven. Hij neemt zijn vrouw mee naar boven, kleed eruit, legt het op het bed. Hij gaat erop, dubbeltje, kwartje, gulden, knak. Dubbeltje, kwartje, gulden, knak. Zegt zijn vrouw, het is wel lekker, Aring, maar kun je dat niet wat sneller? Hij zegt, tuurlijk, schat, 3,85, 3,85. That's a funny joke. Ik zag hem niet aankomen en het slaat ergens op. Dat is de enige criteria die ik wil. Niet voorspelbaar, slaat wel ergens op. Top mop, ik ben heel benieuwd naar wat de rest van deze video te bieden heeft. Ik heb daadwerkelijk een klein beetje genoten. De mop leeft. Maar alleen als het over neuken gaat. Dit is wel weer een beetje jammer. Ze komt er een kerel bij de dokter potentieproblemen. Zegt de dokter, nou dat komt verschrikkelijk mooi uit. Ik heb een hartstikke nieuwe methode uit het Verre Oosten binnengekregen. Dubbeltje, kwartje, gulden, knaak. Boom, boom. Hij zegt, dat is heel simpel. Voordat je begint, zeg je kom, kom. En dan gaat hij vanzelf staan. Ben je nou klaar, dan zeg je nou, nou. Anders wordt het zo vermoeiend. Zo gezegd, zo gedaan. Die kleedt zich uit in de badkamer. Vrouw ligt in de slaapkamer. Hij zegt, kom, kom. En berempel, hij gaat staan. Die kerel die schooit die slaapkamerdeur open. Die vrouw die zegt, nou, nou. Ziet dat. En die zegt, nou, nou. Oké, ja. Oprecht. Best leuk. Ik? Ja. Ik reken hem goed. Het is best een leuke grap. Vooruit dan maar. Ik ben heel benieuwd welke van deze grappen jullie wel en niet grappig vonden. Laat even weten. Drop me wat goede grappen in de reacties. Ik wil gewoon lachen in dit mooie leven, oké? Okay? Twee vriendinnen komen met elkaar in gesprek. Die ene zat tegen die andere. Ik las van de week in een blad. Ik heb gelezen, lilliputters zijn de beste minnaars ter wereld. Die andere zegt, meen je dat nou? Ze weet je wat. We kleden ons netjes aan en we gaan er een paar versieren. De dames keurig aangekleed, de stad in kroegje in kroegje. Ja, op een gegeven moment, ja hoor, ze komen in de kroeg binnen en er staan twee van die kleine kereltjes aan zo'n fruitautomaat. Ze gaan erbij staan, bieden wat te drinken aan, maken een praatje en verdomd, ze versieren ze. Dus ze gaan naar hotelletjes, ze huren allebei een kamer. Ze, die ene naar binnen en die kleedt ze eruit en dat lilliputtetje kleedt ze eruit en erop, erin, eruit, eraf en poef en slapen. Ze denken, als dat nou alles is. Dus ik ga dus even bij mijn vriendin luisteren, dus gaat naar die andere kamer, gaat aan die deur staan luisteren, hoort ze 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Dus denk ik, oh, die hebben het naar de zin. Oh. Dus zijn we terug naar de bed, maar ze kon niet slapen, dus een uurtje of twee later denk ik, ga nog even luisteren. Dus zijn we weer naar die kamer, kom aan die deur, 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Dus denk ik, oh, ik heb het de verkeerde gekozen. Die vraagt helemaal stuk, gewoon, haha, vrouw neukt lilliputter. Is dit comedy? Ik twijfel, maar oké. Okay. Het lijkt alsof sommige mensen niet snappen dat het einde van de grap is. En niet het hele verhaal. Maar sure, hij brengt het zo charmant. 1, 2, 3, hop. Let's go. Afijn, de andere ochtend zit aan het ontbijt. Die ene zat tegen de andere bij het gehad. Dus ik vond er geen moeite aan. Dat was erop, erin, eruit en slapen. Ze zei, maar jij hebt het wel behoorlijk naar je zin gehad. Hoezo zit die anders? Nou, ik ben er maar aan je deur komen luisteren. En dat ging met een keer. 1, 2, 3, hop. Ze zegt, joh, ik heb er ook niks aan gehad, zei die andere. Hij kon het bed niet inkomen. We gaan gewoon eventjes mijn grappenregels af. Onvoorspelbaar, check. Slaat het ergens op? Nee. Er zijn zoveel manieren waarop deze grap niet werkt. Als iemand 2 uur lang probeert in bed te klimmen, dan til je hem toch op. Ten tweede, welke sukkel probeert 2 uur lang in een bed te klimmen? Ten derde vind ik het wel heel raar dat je telkens 2 uur lang tijdens de seks 1, 2, 3 hop zegt. Maar hey, 3,85 werkt ook. Dus ik heb even niks tegen deze technieken. Om de video af te sluiten doen we er nog eentje. Ik zie hier namelijk top 5 dronken moppen. En dronken moppen zijn ook echt zo'n cliché comedy dingetje. Dus misschien zit er wat leuks tussen. Misschien is het pijn. We gaan kijken naar de top 5 dronken moppen. In de reacties staat... Leuk! Nou, dat is helemaal top. Ik heb er zin in. Ik kom hier van de voorronde af. Hier een gezellige avond doorgebracht na afloop. Lekker glaasje bier op, glas of 10, 12. We rijden hier weg. Komen aan de snelweg daar bij Vinkeveen. Hilversum Vinkeveen. Draaien zo de snelweg op richting Den Bosch. Alcoholcontrole. Mevrouw, nou hebben ze je verhulst? Zeg hoezo? Maar je zuipen altijd. Ik zeg hoezo? Daar, blazen. Ik zei, Truus, die hebben we niet. Zeg ze, hoe doe je dat dan? Ik zeg, opletten. Zette de radio keihard aan, draaide de raam open. Kom bij die alcoholcontrole. Zegt die agent, wat is dat allemaal?
Ik zeg, het is toch gek, hè? Die zeg, in Hilversum draaien ze de muziek en hier kun je het horen. Hij zei, ik zou je het eens sterker vertellen, in Den Bosch maken ze Heineken. Hier kan ik het ruiken. Je moet bij de alcoholcontrole blazen, dan kun je nog wel zeggen dat het naar alcohol ruikt. Wat was zijn plan? Niemand weet het. Ik vind het irritant wanneer ik bij het einde van een grap denk, hè? En dat dat dan de reden is dat ik moet lachen. Gewoon verwarring is niet gelijk aan grappig. Al mijn vertrouwen in nummer 4. Staat een dronken man bij een lantaarnpaal, beetje zwaar getafeld s'avonds. Staat op die paal te drukken tot zijn vinger er blauw van werd. Vlak komt een politiewagentje aan. Die agent zegt, meneer, wat staat u hier te doen? Hij zegt, ik zou bellen. Hij zegt, bellen? Hij zegt, ja, serieus. Hij zegt, meneer, ze zijn niet thuis. Hij zegt, ja, het ligt maar als. Hij zegt, wil jij een beetje lollig doen? Hij zegt, ik zou wel lollig. Hij zegt, gaat u maar mee naar het bureau? Hij zegt, ik ga naar het bureau. Hij zegt, waar ben je naar het bureau? Hij zegt, je gaat wel mee naar het bureau. Hij zegt, het is een gekke beetje, een gekke petje. Ja, hij zegt, nou ga je zeker mee. Hij zegt, je bent agressief. Hij zegt, waar? Hij zegt, kijk, ja, goed, hè? Heb je wat in de lik al? Nee, meneer. Hij zegt, heb je een rechthals? Nee, ook niet, meneer. Hij zegt, oh, sta ik lekker in mijn broek te pissen. Ik heb oprecht gewoon het hele tweede deel van deze grap gewoon niet verstaan. Omdat hij dan praat. Ik snap dat de man dronken is. Je hoeft niet zo erg dronken uit te spreken dat ik niet meer verstaan wat je zegt. Het was vast hilarisch. Ik geef deze het voordeel van de twijfel. Ik ga niet nog een keer luisteren. Deze grap was 5 keer te lang voor wat de clue was van wat ik van kon verstaan. Fuck deze grap. We gaan door naar nummer 3. Ik werk dus in de bar. Komt er van de week een man bij mij in de bar en die zegt, goedemiddag jongeman, mag ik van jou 12 whisky? Dus ik kijk hoeveel mensen er nog aankomen, er komt niemand aan, hij zit helemaal alleen. Ja, klant is koning. Ja, dat kan toch elke barman. Dus ik begin die whisky zo in te schenken. Zeg, alsjeblieft meneer, 12 whisky en hij begint. Nou, wel coole geluidseffecten. Dit is vet, dit is vet. Ik zeg, god meneer, ik wil me nergens mee bemoeien, maar ik doe het toch. Waarvoor drinkt u eigenlijk in godsnaam in uw eentje 12 whisky? Dat zal ik jou vertellen, jongeman. Ik heb vandaag mijn eerste orale sekservaring gehad. Nou, gefeliciteerd. Om dat nou te vieren samen met u, als u die 12 op hebt, krijg je van mij de 13e voor niks. Hij zegt, nou jongen, als ik met die 12 die smaak niet aan mijn bek krijg, dan helpt die 13 ook niet meer. Kut is vies. That's funny. Nee. Was dat het? Ik voel me echt gewoon teleurgesteld. Was echt gewoon benieuwd. Waarom drinkt die man 12 whisky? Omdat hij voor het eerst orale seks heeft gehad. Maar de grap is gewoon, haha, kutje is vies. Hey. Er is een heel klein mannetje. Komt er... Weer een kaboutertje. Waarom gaan zoveel grappen over kaboutertjes? Café binnen, kruipt op het krukkie. Hij zegt maar een biertje. Albers schenkt een biertje in. Nog een biertje. Nog een biertje. Het is 1 uur. Zet die barkeeper en zegt, mag ik even afrekenen met u? Hij zegt, sorry. Hij zegt, ik reken nooit ergens af. Hij zegt, ik heb zwarter dan karate. Zwarter dan judo. Zwarter dan jiu-jitsu. Nou, zegt... Jiu-jitsu? Zet die barkeeper. Mannetje weg. Die moet geen rottigheid hebben. Nou, volgende dag weer een mannetje binnen. Weer op de krukje. Mag een biertje. Die barkeeper denkt aan hem weer. Nou, schenkt een biertje, nog een biertje, nog een biertje. Het is weer 1 uur. Hij zegt, meneer, mag ik even afrekenen met u? Hij zegt, sorry. Hij zegt, zwarter dan karate. Hij zegt, zwarter dan judo, zwarter dan jiu-jitsu. Hij zegt, ik reken nooit ergens af. Die mannetje weer weg. Die barkeeper denkt, wat heb ik aan mijn kar hangen, zeg. Gewoon niet serveren als hij weer terugkomt. Is dit hoe het werkt? Kun je gewoon ergens heen gaan, dan de eigenaar bedreigen en dan de volgende dag terugkomen en het gewoon herhalen? Of is er op dag 3 opeens een catch? Wie weet, wie weet, wie weet. Volgende dag, die barkeeper denkt, weet je wat ik doe? Een soort worteltje staart 40.0 dit. Een stevige jongen aan de deur, een dik nek, dikke armen. Kleine mannetje komt weer binnen, hij denkt, nou heb ik hem, hè. Mannetje gaat zitten, hij een biertje. Nou, nog een biertje, nog een biertje, 1 uur. Die barkeeper zegt, maar met u even afrekenen. Zegt hij, sorry, zwarter dan karate, zwarter dan judo, jiu-jitsu, alles doe ik, zegt hij. Komt die dikdek eraan lopen, hij zegt, mannetje,
Hij zei, weet je dat ik vier keer zo sterk ben als jij? Hij zei, dan moet je lekker door de week hier gaan zitten, ik even niks drinken. Hele lange opbouw, maar eerlijk gezegd, best grappig. Ik zag het niet aankomen. Dat was een leuke grap. Fuck alles, ik heb genoten. Rijdt een man helemaal dronken, rijdt in zijn witte Porsche, naar 180 over de A2, hè. Wordt hij in één keer aangehouden door een witte Porsche. Zegt die politieagent, meneer, wilt u even uitstappen? Ja, die man stapt uit, weet je wel. Helemaal zat. Zegt die politieagent, wilt u even blazen? Ja, zul je nog blazen, maar ik heb helemaal niet gedronken. Ja, hoor. Net op het moment dat hij wil blazen, gebeurt er op de andere kant van de snelweg een gigantisch ongeluk. Klabam, een vrachtwagen, drie auto's, een kinderwagen, noem maar op, alles om elkaar. Kinderwagen. Dus die twee agenten die spurten die snelweg over naar het ongeluk. En die vent denkt, hey, en een blaastoestel en ik ga naar huis. In de auto. Is het verkeerde auto of niet? Er is vast een reden dat ze allebei in dezelfde auto rijden. Hij heeft vast de politieauto meegenomen. Hoe dat een grap gaat worden, weet ik nog niet. Naar huis. Lekker slim. 2 uur s'nachts. Hij van de trap af. Staan er 2 agenten voor zijn deur. Hij zegt, goedenavond heer, kan ik u misschien helpen? Ja, goedenavond meneer. Bent u vanavond aangehouden in uw witte Porsche op de A2? Nee, ik niet. Heel avond thuis. Ik lag om 10 uur al in bed. Kunt u mij dan misschien uitleggen wat dat blauwe zwaailicht op uw auto doet? Als je een klein beetje weet hoe grappen werken, dan zie je van mijlenver aankomen dat die pro de verkeerde auto pakt en dan valt de hele grap meteen in duigen. Een grap moet niet te voorspelbaar zijn. Deze was veel te voorspelbaar. Dit was de moppetrommel. Krijg allemaal de tering. Doe een duimpje. Dankjewel voor het kijken. Doei!